Wij staan hier op een hele exclusieve plek, achter de kast op de Mafia booth. Ja, nee, dit is een geheime kast die openging en in één keer sta je hier bovenop een E3 booth en wel de meest stijlvolle van de hele beurs. There, I said it. Mafia 3, de 2K booth is echt, zo, kijk hoe sfeervol is. De jazzband is daar, de tarotkaarten, het is echt heel gaaf gedaan. Ja, maar het gaat natuurlijk allemaal om Mafia 3 en ik ben heel erg benieuwd naar Mafia 3. Zeker ook omdat ik met Mafia 2, net als eigenlijk iedereen, een beetje een haat-liefdeverhouding heb. Qua storyline, fantastisch, bijna foutloos, maar de wereld was een beetje leeg. Ja, dat ga je nou wel zien dat het toch heel anders is daarin. Want Mafia 3, net als deze boef, het draait echt om sfeer. En ja, die wereld die ademt ook wel. Voor zover het bekend is, New Bordeaux natuurlijk in de jaren 60. Het heeft wel iets, het ademt jazz. Je ziet de kleine neonverlichting, leuke barretjes overal. En je zou bijna zweren dat je de geur van een ongefilterde sigaret door je console kan ruiken. Het is echt heerlijk. Ja, heerlijk. Niet roken, kinderen. Maar nee, het is echt, er is heel veel sfeer en ja, er is ook wel heel veel te doen in die wereld. Want het is natuurlijk, je bent eigenlijk niet echt een mobster. Je gaat het opnemen tegen de mafiosi. En dat wil dus zeggen dat je eigenlijk zoveel mogelijk de maffia te grazen moet nemen. Je gaat wraak hebben, dus je gaat zoveel mogelijk proberen hun hele organisatie omver te werpen. En dat doe je dus door heel veel verschillende activiteiten in de verschillende 10 districten van New Bordeaux. Wacht even, ik wil je stoppen. Er zijn 2 games die me in mind komen. Qua sfeer en GTA natuurlijk. Ja. Die vergelijking moet gemaakt worden helaas. Ja, die zal helaas wel gemaakt moeten maar worden. Maar hoe beter ze dat die vergelijking waar maken, hoe vetter de game. Nee, dat ook helemaal mee eens. Ja. Des te meer je de levendigheid van GTA kan embodyen in Mafia, dat is natuurlijk alleen maar beter. En lukt dat? Ik heb het idee van wel, want er is wel heel erg veel te doen. Kijk, de 2 staan natuurlijk nog steeds, het is heel significant anders, maar het is nog wel, ja, ik weet niet, er is wel echt dat je denkt van veel te doen. Wat dan bekend. Bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, je wil dus die mafiosi, die wil je dus omleggen, of die wil je in ieder geval zoveel mogelijk pijn doen. Dus je kunt hun smackdealers kapot gaan schieten, je kunt hun orgies gaan overvallen, je kunt hun pooiers af gaan persen. En zodoende speel je eigenlijk verschillende districten vrij en die districten die neem je van hun af en die neem jij over. En het leuke is daarom ook, vervolgens heb jij het zeggen over die districten die je veroverd hebt. Je hebt eigenlijk zelf maffia. Ja, je wordt je eigen mobster, dat is het ding. Ja, niet echt heel Italiaans van Vito. Maar je hebt wel 3 underbosses en dat is heel leuk. Zodra jij een gebied overneemt, ga jij die gebieden verdelen onder 1 van jouw 3 bosses. Dus dat is Cassandra, is dan een donkere Haitiaans meisje. Je hebt Burke, dat is een wat meer, die heeft ooit voor de maffia gewerkt, maar die werkt zich nu tegen zich. En je hebt een Vito en die komt ook. Vito. Ja, dus je hebt wel ergens nog een beetje die Italianen onder. Je. Maar goed, je kunt dus die districten gaan verdelen onder die 3 personen, onder die underbosses. En dat levert ook een hele leuke dynamiek op voor elk van die districten. Want stel je geeft alles aan Cassandra, dan zal Burke boos worden. En die gaat natuurlijk uiteindelijk, zegt hij van, de volgende keer dat ik je zie, dan is het aan het eind van mijn loop. Weet je wel, van mijn geweer. Dus dan, je gaat wel echt, het is niet alleen maar gewoon een aantal objectives doen in die districten. Het is ook ze veroveren en ze verdelen en daar ook tactische keuzes in maken. En tactische keuzes, maar ook een economietje draaien houden en zo? Voor zover ik kon zien is er niet echt iets van een economietje. Maar jij bijvoorbeeld wel, als jij die districten gaat verdelen. Stel je geeft het ene district aan je Italiaan, dan krijg jij de volgende reinforcement die je in kan roepen van hem gratis. Of je geeft hem aan Burke, dan ga je zien van hij gaat vele betere banden voor jouw auto's leveren of zo. Dus elke keuze heeft wel een soort van ecologisch voor- of nadeel. En dat is wel leuk gedaan. Hoeveel er nou echt in die districten te doen is, ja, dat moet nog maar even op zich af laten wachten. Het is in ieder geval wel heel erg sfeervol. Elk district heeft zijn eigen gezicht en dat is gewoon gaaf om te zien. Eén dingetje wat ik me afvraag, jij hebt het nu over een soort van submissies die je bij elkaar moet spelen om een gebied te veroveren. Beetje zoals Saints Row voelt dat, qua submissies hè? Ja. Is er ook nog een soort overall verhaallijn? Zijn dat dan losse missies van die submissies? Nou, er is wel een soort overal verhaallijn, maar die laat zich natuurlijk leiden door die verschillende districten. Maar het leuke is gewoon, je bent wat vrijer in het doen van wat je wil. Het gaat gewoon om, dit district moet je even kapot maken. Je moet de lokale baas van de maffia, die moet je hier zien te, pijn zien te doen. Dus je hebt eigenlijk gewoon een meter met cash, met hoeveel damage je moet doen. Nice. Dus dat is wel leuk. Je hoeft niet zoveel keer een pooier af te persen. Je hoeft niet zoveel orgies kapot te maken. Het is meer gewoon, zoveel damage moet je doen. Dus ga maar kijken hoe jij chaos gaat veroorzaken. En dat heeft wel. Dat vrije vind ik persoonlijk wel. Ja, en dat is heel anders dan de vorige Mafia games, die helemaal niet vrij waren. Nee. Maar er was, die Mafia games was ook wat. Die Mafia 2 was wat kil en wat leeg. En, eigenlijk maar ook alleen maar de hoofdmissies. Verder had je niks daarbuiten te doen. En dat is in deze game wel heel anders. Playboys verzamelen. En dat komt wel weer terug. Maar dat is ook helemaal prima. Dat is ook prima. Daar kan ik mee leven. Ik heb heel veel zin in Mafia 3. Ik hoop jij ook.
Ja, nee. Ik ben ook jaloers dat je hem hebt gecheckt. Ja, sorry. Het was een hele toffe presentatie, maar ja, wil je er alles over te weten komen, er komt nog een hele uitgebreide geschreven preview aan. Die kun je natuurlijk ook lezen. Ik ben in ieder geval aardig hyped geworden door deze presentatie. Ik heb heel erg veel zin om al die districten van de maffia af te pakken en gewoon al die mobsters gewoon bam met dikke executies neer te schieten. Oh, trouwens, nog even één ding. Je maakt een vergelijking met GTA V. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de combat wat vetter vind dan GTA V. Het schieten heeft net iets meer gravitas, zou je kunnen zeggen. Mooi. Het zijn lompere finishers. Je hebt echt het idee dat je echt met een dikke gun even ja, zo'n heel casino leeg knalt. Weet je wel. Dat voelt iets vetter of zo. Het heeft iets meer. In GTA is meer een beetje pieuw, pieuw, pieuw. En op een gegeven moment ken je het wel. En hier zijn de shootouts zijn echt ruig, echt vet. Dus dat vind ik mooi om te zien. Klinkt mooi. En de geschreven preview natuurlijk heel snel op gamersnet.nl. Yay. Bing, bing. Mooi.